mij een hele prettige tijd geweest. Ik heb er 3,5 jaar gezeten. Wat heb ik daar gedaan? Ook een manetje van alles. Ik heb ontwerpen geleverd. Ik heb met polyesters gewerkt en het bedrijf, mijn kennis aan dat bedrijf daar, mijn kennis van polyester en kunststoffen overgedragen. Ik heb me op een totaal andere manier bezig kunnen houden met mijn ontwerprichtingen, omdat ik ook kon ontwerpen voor grote winkelbedrijven, de Duitse CNA's en zoiets. En Kaufhof, noem maar op. Ja, en dat was een totaal andere beleving. Dat leek een beetje, toen ik daar werkte, dat sommige ontwerpen zwaar in de richting gingen van wat Geesink in zijn Carlo Festival deed. Dus ik nam een andere identiteit aan daar. Ik zeg wel eens, ik werk hier vroeger altijd, en ik heb mijn hele leven lang gewerkt, in het corset van Antropiek, en dat kneept mij niet. Maar het andere kneept me ook niet. Dus het was geen echte Van der Ven die daar acteerde. Het was iemand die acteerde voor voor een klant die ergens in een richting wilde. Die had dat wel even laten horen van, we zouden het leuk vinden dat. Nou, en dan kon ik daar op die manier ook uitleven. Het leukste vond ik in die tijd dat ik mij, en toen was er nog geen sprake van een spookslot Efteling, dat ik me bezig heb gehouden voor een nieuwe markt, en dat waren kermisondernemers. En toen heb ik al de eerste figuren voor spookhuizen gemaakt. Die werden vroeger dan zelf gemaakt, of ze maakten iets waar je met een wagen door de touwtjes reed en het was hartstikke donker en dan moest je al bang worden, maar die konden niet, deze jongens vanuit Van Kermis konden niet van een professionele kant iets vandaan halen waar ze iets mee konden. Dus dat was een succes.